Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 8 januari. Mooie opklaringen momenteel boven Nederland en de zon die schijnt ook flink. Alleen in de kustprovincies zijn wat meer wolkenvelden aanwezig. En ook in het noorden van het land was dat het geval. Op de satellietfoto is dat goed te zien, dat die buitjes in het noorden geleidelijk aan wegtrekken. Vanavond zijn er ook nog brede opklaringen. Vanuit het westen komen wel wat wolkenvelden. Maar de opklaringen zullen blijven overheersen. En dat betekent ook dat de temperatuur flink gaat dalen. Vanavond daalt het kwik naar zo'n 1 tot 4 graden, maar vannacht komt er lichte vorst. In het oosten van het land is dat vrijwel zeker, maar ook in het midden van het land kan de temperatuur dalen tot onder het vriespunt. En dat niet alleen, er kan ook op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking ontstaan. De wind die is zwak uit het zuiden boven land. Aan zee waait er een matige westenwind en daar blijft de temperatuur net iets boven het vriespunt. De mist en laaghangende bewolking die kunnen er ook nog voor zorgen dat het plaatselijk glad wordt door bevriezing van natte weggedeelte of aanvriesende mist. Morgenochtend hebben we ook nog wel te maken met dat grijze weer en op sommige plaatsen duurt het lang voordat de zon doorbreekt. Maar als de zon doorbreekt dan wordt het op zich wel aardig en de temperatuur stijgt daarna zo'n 6 tot 8 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog, alleen in de kustgebieden is de kans op een enkel licht buitje. Er staat morgen een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de avond wordt de bewolking dikker en in de nacht na zondag gaat het dan regenen. Zondag trekt de regen naar het oosten weg en dan zijn er weer wat opklaringen, maar in de middag is er weer kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 8 graden en in de nacht van zaterdag op zondag blijven de temperaturen overigens ruim boven het vriespunt. Maandag wordt een interessante dag. Mogelijk gaat het flink regenen en stevig waaien bij temperaturen tussen de 6 en de 8 graden. En vanaf dinsdag wordt het langzaam zeker iets minder zacht. En dat kunnen we ook goed zien op de lange termijn. De temperatuur gaat iets dalen. Maar wat ook opvalt is dat er vanaf donderdag vrijdag een ruime grijze band zichtbaar is in de pluimverwachting. En dat betekent dat de verwachting erg onzeker is qua temperatuur. In ieder geval ziet het er vrij wisselvallig uit. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.